Mijn droom is om met House of DJs een plek te creëren, een super gave plek, waar DJs bij elkaar komen, waar ze interacties hebben, ideeën opdoen en waar dansgeschiedenis niet alleen in het verleden, met Chester en Hardwell, maar ook in de toekomst wordt geschreven. Breda heeft een bijzonder verhaal. 3 jaar nummer 1 DJ Chester en 2 jaar Hardwell. Nederland heeft ook een heel bijzonder verhaal. De dance-industrie in Nederland is groter dan in andere landen. Kijk naar festivals, kijk naar labels, kijk naar artiesten. En daar moet Nederland en Breda gewoon echt wat mee gaan doen. En ik denk dat met dit centrum, dat we een platform bieden voor aandacht, voor centrale kennis en kunde, om iets moois in de wereld, wat zoiets bestaat nog niet, in de wereld te creëren. House of DJs is voor mij heel interessant, omdat het met name de volwassenheid van de dance-industrie onderstreept. Ik ben blij en dankbaar dat er mensen zijn die op die manier weer hun bijdrage proberen te leveren aan de dansindustrie als geheel. Hoe je gewoon al die stromingen samen gaat krijgen in één gebouw, een broedplaats voor jong talent gaat maken, maar ook een stukje experience gaat brengen, winkels. En wij zijn heel erg gaan nadenken over hoe we de zintuigen gaan prikkelen en hoe je dus een conceptueel interieur gaat neerzetten wat past binnen die lifestyle. Build it and they will come, weet je wel. Dit is een super concept. Bouw het, maak het. Dat mensen naar buiten komen en echt verrast zijn over wat ze in zo'n gebouw hebben kunnen beleven. House of DJs, de naam. Heel veel financieringspartijen hebben mij al gevraagd, wat is dat? Dat zegt eigenlijk al genoeg. Ze willen het weten. En als financiers, investeerders willen weten wat iets is, dan zijn ze geïnteresseerd. Het is een bloempot vol aarde, waarin van alles kan groeien wat we nog niet kunnen bedenken. Als het echt doorgaat, dan heeft de stad Breda echt iets om trots op te zijn. Het is uniek in Nederland, uniek in heel de wereld. Ja, dit centrum bijdraagt al aan het idee van DJ Capital of the World, wat Breda wil zijn. Maar een idee wat een goed idee, ja, dat is te gek, man. Ik vind het gewoon, ik ben helemaal enthousiast erover.